We besluiten het Binnenlands Journaal met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 16 juni. De verwachting voor geheel Suriname is dat er gedurende de avond en nacht lokaal slechts één enkele bui mogelijk zal zijn. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist. In alle districten kunnen er perioden met onweersbuien, soms met windstoten, ontstaan. Morgenochtend kan er een enkele bui aan het eind plaatsvinden. Tijdens de middag en vooravond lokaal kunnen er lichte tot matige buien en geïsoleerde onweersbuien voorkomen. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen 16 juni een matige onweersbui of kortstondig zwaarbui in de late middag, eventueel gepaardgaande met windstoten, kan voorkomen.